Lieve mensen, goedenavond en welkom bij Amsterdams Lerarencafé vanuit Pakhuis Zwijger. Eigenlijk het enige echte onderwijsprogramma in Amsterdam voor Amsterdamse leraren. En wij zitten hier al gezellig al een uurtje. En u bent nu ingetuned. Iedereen welkom ook in de zaal. Ik ben Yasin Jaylalle, een van de meesten met dromen. Samen met mijn collega ga ik dit programma starten. Zeker, Emin Ksesi, andere meester met dromen. En nou, we kijken ernaar uit om de een na laatste aflevering te mogen meemaken. Hè? Ja, dus, het seizoen is alweer bijna voorbij. Het seizoen is bijna voorbij, ja. Hoe zie jij het trouwens, Yasin? Hoe ervaar je het? Het is nu uiteindelijk een endemie geworden. We leven gewoon normaal, corona is weg. Hoe ervaar jij dat nu? Ik vind het fijn om gezichten te zien. En, we begonnen met 4 ongeveer en het zijn er steeds meer geworden. Dus ik ben blij dat jullie het allemaal aan durven. En ik hoop gewoon in de toekomst, ook u thuis. Het is natuurlijk een luxe geworden om vanuit thuis gewoon lekker te checken wat er allemaal gebeurt. Maar het is nog veel leuker om gewoon hier in de zaal te zijn en echt je collega's weer te zien. Daar is het gewoon tijd voor. Ja, en ik vind het ook heel erg mooi dat dit een bijzondere samenwerking is. Hè? AT5, Stichting Meestert, Amsterdamse Klas, Talk of the Town. Allemaal partners om deze mooie aflevering mee te maken. Dus ook voor de AT5-kijkers. Leuk dat jullie kijken. Ja, we hebben een brief gekregen. Tenminste, ja, er zijn leraren hier al eerder aangeschoven en die hebben een brief geschreven. Oftewel, ja, vandaag gaat het over de leraren, wat zij nodig hebben, waar zitten de behoeftes. Het gaat over lerarentekort en we willen graag die leraren natuurlijk houden. Wat hebben ze opgeschreven? Ik ga dat proberen. U ziet niet de schrijfstijl zoals ik die zie, maar u kunt zich voorstellen hoe een leraren handschrift eruit ziet. Dat is goed of niet. Dus we gaan nu kijken. Beste Marjolein Moorman, ja, we willen graag lestijden voor deeltijdopleidingen die aansluiten. Ja, die aansluiten eigenlijk bij ja, de opleiding. Ik heb zelf ook deeltijd gestudeerd, dus ik begrijp dat. Dat sluit niet aan, zeg maar. Meer professionaliseringsruimte. Ja, we hebben het heel vaak gehad over vakmanschap. Dat maakt het leraarschap interessant. Dat je kan ontwikkelen, dat je goede leraar kan worden. En ze zeggen dat er ruimte voor is, maar in praktijk valt dat vaak tegen. De perceptie ten aanzien van het vak in de media. Ja, ik denk dat wij goede reclame proberen te maken, maar vaak worden we overmeesterd door negatieve berichten helaas in de media. Ja, fulltime werken, belonen. Ik werk inmiddels parttime. En inderdaad, ja, ik pet je af voor mensen die dat fulltime doen. En ik weet dat dat extra zwaar is. Als ik op woensdag afzwaai en andere collega's nog doorbikkelen, vind ik dat dat gewoon anders moet worden gecompenseerd. Dus dat vind ik een hele mooie creatieve nadenken over huisvesting. Ja, toevallig vandaag nog een lerares die naar de directeur ging, zei van eigenlijk heb ik gewoon in huurhuis nu €350 praktisch meer nodig om hier te blijven wonen in Amsterdam. Anders kan ik hier niet meer wonen. Dat is gewoon echt een praktisch probleem waar leraren tegenaan lopen. Ja, ik kom zelf dan niet uit Amsterdam, maar wil je leraar hebben in de stad? Dat lijkt me vreselijk als je zo'n praktisch probleem hebt wat gewoon niet op te lossen is voor haar in dit geval. Pabo, opleiding beter laten aansluiten op de praktijk. Minder kinderlijk voor portfolio's en dergelijke. Ik dacht dat het klei en dat soort dingen al wat minder was geworden inmiddels. Maar volgens mij werkt dat wel, ja, kleine klassen van max 20. Ik denk ongeacht niveau. De leerling verdient gewoon genoeg aandacht. Dus ik denk dat dat een hele mooie oplossing is, inderdaad. Ja, waarom jij als leraar blijft, dat vind ik wel hele mooie antwoorden. Omdat ik mijn leerling nodig heb en zij mij, die is mooi. Zeker. Dat raakt wel even in het hart. Ik het andersom ook niet zou weten. Ik denk dat die opmerking ook van iemand zegt ook heel veel. En ik wil samenwerken aan de toekomst van onze kinderen. Ja, ik denk dat dat allemaal onze drijf is, maar wel onder de juiste omstandigheden. Zeker, zeker. Genoeg stof om over na te denken. Eén ding wat ik jullie kijkers en de gasten beloof is, het wordt geen propaganda à la Uncle Sam, we want you. Maar het wordt echt gewoon een programma vol inspirerende rolmodellen waarvan wij denken van dit zijn wel de changemakers in Amsterdam en omstreken, waar wij echt Nederland iedere dag mooi gaan maken. Dus we hopen hiermee dat zij jullie gaan inspireren om naar het onderwijs te komen of binnen het onderwijs te werken. Dan rest mij niet om een heel erg inspirerende persoon, een collega die in Amsterdam Zuidoost werkt, die ik hoog heb zitten en waar ik ook iedere dag sinds ik daar werk heel veel heb geleerd, ook over cultuur, ook over discipline. En van mijn inspirerende gast en ook vanaf nu hopelijk ook voor jullie. Docent rekenen op het Bindelmeer College, Olin Eiloof. Applaus voor hem. Olin, stage is yours voor het schoolbankje. Welkom. Yes, aan jou het woord. Nou, als eerst Olin Eiloof, docent wiskunde. Ik heb iets geschreven voor jullie en ik hoop dat het ook anderen kan inspireren. Je begint maandagochtend, eerste uur wiskunde. Je geeft les, je komt binnen en je ziet de kinderen, ze hebben net weekend gehad.
En ja, je doet gewoon je werk. En op een gegeven moment, halverwege de les, merk ik iets op. Als een leerling uit het raam kijkt, weten wij nog niet wat daarvan de reden is. De vraag is dan voor mij, wat is zo'n leerling aan het dromen? In plaats van een antwoord krijg ik van de leerling een verrassende vraag. Meester Olin, had u vroeger altijd leraar willen worden? Het antwoord op deze vraag geeft mij keuzes om een leukere les van te maken. Zal ik gaan voor de strakke studiewijzer waar wij het hele jaar aan horen te houden? Of zal ik investeren aan een stukje relatieopbouw met de klas? Wie weet zitten er potentiële leraren in mijn schoolbanken. You never know. Aangezien wij op schema zijn, kunnen wij een paar minuten aan dit onderwerp besteden. De aandacht en de interesse van de leerlingen die ik op dat moment krijg, geeft mij zoveel meer energie om samen te werken aan hun toekomst. Ik vind het prachtig om leraar te zijn. Een leraar zijn is een van de mooiste en meest gewaardeerde beroepen op aarde. Als ik naar jullie kijk, zie ik potentiële leraren. Word later ook leraar. Why not? Gewoon doen. De non-verbale reacties die ik zie zijn priceless. Maar ik heb ook een vraag aan jullie. Wat heb ik als leraar nodig om leraar te blijven? Dank u wel. Dank u wel, Olin. Dan gaan we starten met het eerste panel en dan van links naar rechts ga ik het en dan ga ik hopelijk dat jullie dat goed begrijpen. Dus links de eerste daar. Maaike van Groenestein, programmamanager leraar tekort Amsterdam. Zometeen helemaal links. Eva Meijlof, schoolleider Stichtelijke Westelijke Thuissteden, daarnaast. Olin, jij mag op de derde plek plaats hebben. En Herman Blok, VMBO-docent en voorzitter Stichting Rembrandt. Welkom allemaal. Dan wil ik het heel erg graag aftrappen om de vraag aan Eva te stellen. Eva, Olin heeft net een betoog gehouden. Wat doet dat met je? Nou, ja, zo is het. Je moet nieuwsgierig zijn en je moet vooral ruimte creëren voor wat er nodig is. Dus als je inderdaad in je curriculum gaat zitten en alleen dat gaat doen, dat is echt... Nou, zo moet je niet willen zijn. Je moet echt je kinderen willen zien en dat is... Als je die connectie maakt en die pedagogische relatie kan hebben en een oplaadpaal kan zijn voor hen. Ja, dat is echt het mooiste wat er is. En trouwens, ouders zijn ook heel leuk. Ja, ja, tuurlijk. Zij willen namelijk hetzelfde als jij, namelijk een heel gelukkig kind. Mooi. Mike van Groenstein, ja, welkom. Ja, programma manager leraar tekort, een stevige taak. Voordat we misschien beginnen, we horen het wel. Hoe groot is het probleem op dit moment? Wat is de situatie? Groot en steeds groter ook. Ik heb hier cijfers bij meegenomen, maar ik weet niet of die op dit moment... Ja, dat is heel fijn. Anders wordt het zo'n taai verhaal. We hebben elk jaar een meting van het tekort. En dat doet het ministerie samen met alle schoolbesturen. Dit gaat over primair onderwijs. En in december 2021 zagen we een totaal tekort van 562 FTE. Dat is fors. Dat maakt een tekort van 15,3%. Begin vorig jaar hadden we nog een tekort van 12,5%. We meten dat in procenten om het beter te kunnen vergelijken. En je ziet verborgen tekort 388. Dus intern opgevuld en dan nog extern opgevuld. Verborgen tekort betekent dat er wel iemand voor de klas staat, maar diegene is niet bevoegd. Dat lijkt een oplossing tegelijkertijd. Er staan mensen voor de klas die nog in opleiding zijn, bijvoorbeeld een zij-instromer, en die extra gevraagd worden om nog meer voor de klas te staan, of een onderwijsassistent. Nu kunnen die natuurlijk ook heel erg goed zijn en misschien ook een hele goede bevoegde leraar kunnen worden, maar ze zijn het nog niet. Daarmee kan het een risico zijn voor bijvoorbeeld onderwijskwaliteit, maar ook werkdruk. We zien hoge instroom, uitstroom binnen 5 jaar. Ik kan me best voorstellen als zij instromen, als je meteen veel te veel voor de klas wordt gezet, dat je eigenlijk vanaf het begin af aan al wordt overvraagd. Nou goed, dit zien we. Dan is er nog één slide. We zien ook dat er grote verschillen zijn in het lerarentekort. We hebben echt niet maar één lerarentekort. We zien hogere tekorten bij scholen met een hogere schoolweging. Dat betekent meer kinderen met risico op een leerachterstand. Dus we hebben scholen met eigenlijk helemaal geen lerarentekort. En scholen met lerarentekort van rond de 20%.
En alle grote steden hebben een lerarentekort. En ongeveer vergelijkbaar met het tekort in Amsterdam, behalve Utrecht. Die heeft een veel lager tekort, nog lager dan landelijk gemiddelde. Dus dit om jullie... En kun je misschien vertellen over de trend die zich nu inzet, zeg maar, voor de toekomst, de komende periode? Want die heb je volgens mij ook in beeld bij de gemeente. En dat is niet zo positief, helaas. Dat wordt ook door het ministerie onderzocht. De doel van van de aanpak die we hebben samen met schoolbesturen is om het lerarentekort minder groot te maken. We zien dat de prognoses echt niet goed zijn. Het wordt eigenlijk alleen maar erger en dat is een hele zure boodschap. Kunnen we in ieder geval een succes ook melden wat betreft de aanpak van het lerarentekort? Ja, absoluut. Ja. Om één succes te noemen, het hele traject voor zij-instromers. Dus mensen die al een andere carrièrepad hebben gekozen en dan de overstap willen maken. Dat levert echt ontzettend veel nieuwe leraren op, bijvoorbeeld. Ja, dank je wel. Yes. Amen. Ja, ik heb een vraag aan onze inspirerende VMBO-docent. Ik heb van heel veel docenten te horen gekregen dat ze eigenlijk vol enthousiasme leraaropleidingen binnen gaan stromen. En die hebben een droom om het verschil te maken. Ja, en ze stoppen. En je ziet steeds meer jonge docenten gewoon stoppen. Hoe komt dat? Herken je dat ook? Ja, die cijfers van de zijinstromers binnen 5 jaar hoor je vaak. Hè? En maar ook gewoon jonge docenten die wat anders gaan doen. Daar kan je iets bij denken dat het ook een beetje van de huidige tijd is. Dat iemand niet voor altijd dezelfde baan blijft doen. Dus dat is ook een beetje waar we misschien in mee moeten. Dat men dus niet 40 jaar lang 5 dagen in de week op dezelfde school blijft werken. Jongeren ook zoiets hebben van, nou, misschien past nog wel iets anders bij mij. Mm-hmm. Dat zien we ook bij zij-instroom trouwens. Dat er mensen zijn die zeggen van, nou, ik heb een studie gedaan. Uiteindelijk is het onderwijs misschien toch wel wat voor mij. Dus dan zijn ze nog redelijk jong en dan besluiten ze dat om te draaien. Ik denk dat de charme van het onderwijs, dus het lesgeven, dingen meegeven aan kinderen, het gevoel hebben dat je impact kan maken. Bij sommigen dan, als ze het aan het doen zijn, dat zoveel omheen ook is, wat dan niet meer zo leuk is. Dus dan is het vaak dat ze ook zeggen, ik wil nog wel lesgeven, maar alles daaromheen vind ik steeds minder leuk, die druk eromheen. En daardoor dan op een gegeven moment zeggen, nou, misschien ga ik ook eens ergens anders kijken. Dus gaan ze eerst parttime werken en daarna misschien wel helemaal iets anders doen. Maar dat is wel wat je vaak ziet gebeuren, de band met de jongeren, dat is iets om te blijven. Maar nogmaals, alles daarbuiten is misschien wel een reden om er mee te stoppen. Heb je een voorbeeld daarvan? Jazeker. Nou, ten eerste, als je een leraartekort hebt, dan komt het ook heel vaak op de rekening van de rest. Ik was vorige week op een school. Daar was iemand, één was in december weggegaan en de ander in mei. Ja, dat had je vroeger ook niet. Ik ben niet zo oud, maar je gaat niet in mei weg. En nu is het tekort zo dat iemand gewoon kan besluiten om in mei weg te gaan. En dan komt het bij de docenten erop. Nou ja, pas het onderwijs een voorbeeld qua zwaarte. De klassengrootte is een voorbeeld qua zwaarte. Het gevoel hebben dat je per se op bepaalde onderwerpen moet bespreken waar je zelf je liefde niet per se is, maar omdat je wordt afgerekend op de resultaten. Ik heb docenten, collega's gehad die alleen maar gefocust waren op het gemiddelde van de klas en niet op dat ze echt vooruit gingen. Ja, dat zijn toch wel dingetjes om misschien wel te denken, vind ik dit wel zo leuk? En blijf ik dit voor altijd doen? Of vond ik het leuk voor deze jaren en ga ik nu verder kijken? Ja, nou ja, misschien een nieuwe generatie en misschien de romantische gedachte van de autonomie die er bestaat in het vak. Ja, of we moeten zorgen dat die weer wat terugkomt. Dat kan natuurlijk ook. Ja. We kunnen natuurlijk zeggen van, dat is dan nu het onderwijs. Ik denk dat we wel kunnen veranderen. Dat mensen meer in hun leven willen dan alleen maar één beroep voor altijd. Dat moeten we misschien wel accepteren. Maar dat het onderwijs nu vandaag uitziet, als het eruit ziet, denk ik dat we daar wel veel in kunnen veranderen. Ja. Olin, heb je getwijfeld in je carrière om te stoppen? Heb ik getwijfeld? Om te stoppen. Herman schetst net collega's van ons die inderdaad stoppen. Midden in het jaar, soms in mei. Nee, eigenlijk niet. Ik werk echt met passie. Ik sta elke dag op voor de kinderen. Ik sta op voor mijn eigen gezin. Dus ik ga echt gepassioneerd naar het werk. Ja. Maar is er wel iets dan in je werk? Of zeg je van, nou, eigenlijk gaat het goed. Ik heb alles wat ik nodig heb. Tenminste, zo klinkt het. Als ik jou zo hoor. Ja, ik vind het gewoon echt geweldig om docent te zijn. Ja. Die lachende kinderen. Sommigen wil je echt achter de behang plakken. Dat doen we niet. Dat zeg je met een lach. Ja, want ze komen de volgende dag gewoon weer. Ja. Dus zo zie je dat je toch iets goed doet. Ja. Ja, Eva, het project Samen Leren in de wijk. Laten we van iets inspirerends, volgens mij in iets anders inspirerends even vallen. Ja.
Wat voor project is dat? Ja, het is een samenwerkingsproject met allerlei partners in de wijk Noord-Slotervaart. En wij hebben de handen ineen geslagen om voor de kinderen inspirerende plekken te organiseren. Waaronder de school natuurlijk. Maar waaronder ook andere plekken in de wijk waar kinderen kunnen leren. Hun talent kunnen uitbreiden. Hun onderzoek kunnen doen. Dus we werken samen met het circus, Frans Paul is hier. We werken samen met Noorderhof Buitenwerkplaats, met Zittheater, met Bakkerij de Eenvoud, waar we kinderen gaan bakken. En vanuit welke cultuur kan je allemaal bakken en wat hoort er allemaal bij? En nou, voor wie gaan we eigenlijk bakken? Nou, zo hebben we een aantal samenwerkingen. Ja. Ja. En vanuit welke idee, welke visie, welke missie is dat gestart? Ja, het ontstond eigenlijk toen de scholen van STWT, zich de menselijke thuissteden waar ik voor werk, een week dicht gingen en opeens de omgeving opstond met, maar wij weten ook heel veel goede dingen, mooie dingen om te doen met kinderen. Ja. Dus die staken allemaal hun hand op, we gaan allemaal mooie dingen doen. En daarvan uit zijn we met 3 scholen die in dezelfde wijk stonden en deze, nou toen nog 7, organisaties om tafel gaan. Een hele grote partij is Samen Leren Slotervaart. Mm-hmm. En we hebben de handen in één geslagen van ja, wat kunnen we hiermee? Want dit is eigenlijk mooi. We willen eigenlijk niet dat we de schotten hebben tussen scholen en een eiland jeugd en een eiland, noem het maar. Nee, we hebben een wijk. Dat kind doet straks de deur open en denkt, ik weet niet eens wat voor dag het is, maar ik ga iets ontdekken, ik ga iets doen, ik ga iets leren. Ja. En dat doe ik samen met de kinderen die ik ook ken in de wijk. Ja. Dus het is gekomen vanuit het lerarentekort en de gedachte, hey, welke mensen kennen we ook, die ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ja. En het is aan het groeien naar, hey, wacht even, het gaat eigenlijk daar wel over, maar het gaat eigenlijk over dat kind, wat heeft het kind nodig als hij in die wijk opstaat, wie wil die kennen, waar kan hij heen? Dus het wordt groter dan dat. Ja, en zometeen schuift nog even een collega van jou aan. Dat laten we even als teaser. Maaike, hoe moet ik het verschil zien in Amsterdam qua stadsdelen, zeg maar? Want dit is waarschijnlijk een initiatief wat gewoon heel erg nodig is. Is daar het probleem overal even groot? Zijn overal ook dezelfde initiatieven maakbaar? Zeg maar, hoe moeten we dat zien in onze stad? Nee, het probleem is niet overal even groot. Dus de Noord, Nieuw-West, Zuidoost, die hebben over het algemeen een groter lerarentekort. Tegelijkertijd kun je dat ook niet helemaal stellen, want het verschilt echt van school tot school. Dus de gemeenschappelijke aanpak, dus we doen dat echt samen met de schoolbesturen natuurlijk, met lerarenopleidingen, met partners die voor een deel hier ook vanavond aanwezig zijn. Die aanpak is echt in de hele stad nodig. Ja. En wat is bijvoorbeeld een aanpak in een Zuidoost waar de gemeente bij kan helpen? Hoe moet ik dat voor me zien? Waar we vooral op inzetten, je hebt een lerarentekort, dus dan zet je in op werving. Om een voorbeeld te noemen, er is een dag voor jongeren waarbij ze mee kunnen lopen. Om te ervaren of misschien het zijn van leraar iets voor hen is. We zien daar echt steeds meer aanmeldingen, dus steeds meer bekendheid ook in. Maar ook de zij-instromers waar we het net al over hebben gehad. Maar voor een school met een lerarentekort, bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld te geven, is er een project waarbij inzet van externe professionals geregeld wordt. Daar is nu ook een platform voor, dat het voor scholen laagdrempelig is. Want als je een lerarentekort hebt, dan heb je helemaal geen tijd om allemaal extra dingen te regelen. En daar kunnen scholen dus makkelijk partijen vinden die een andere vorm van aanbod kunnen doen voor een dagdeel of een dag in de week. Ja. Ik heb wel een volvraag aan Maaike. Initiatieven die met de school en met de gemeentes in leven wordt geblazen, worden voornamelijk door schoolleiders, bestuurders en directeuren geïnitieerd. Mm-hmm. En is er ook iets, en dat vinden ook veel kijkende leerkrachten interessant, betrekken jullie ook leerkrachten bij? Of een leerkracht met een initiatief, worden hij of zij ook met open armen ontvangen? Want zij kennen de doelgroep, zij kennen de omgeving, zij kennen de leerlingen. 9 van de 10 keer horen we schoolbesturen, schoolleiders, directeuren. Wat doen de leerkrachten eigenlijk? Hoe is er een initiatief, is er een plek of een portaal waardoor zij worden uitgenodigd ook om het verschil te maken, omdat zij dicht bij de doelgroep zitten of niet? Zeker. Dat is er. We hebben een lerarentafel. Daar kunnen leraren dus meepraten over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. En eens in de zoveel tijd sluit de wethouder er ook bij aan.
Op dit moment doen we ook een onderzoek waarbij we leraren ook hebben gevraagd om hun ideeën met ons te delen. En dat gaat erover dat we nu een paar jaar een aanpak hebben. En we hebben allerlei mooie cijfers die inzicht geven in nou, hoe succesvol is het nou wat we aan het doen zijn op dit moment. Tegelijkertijd willen we vooral heel erg weten wat zijn nou de ervaringen van de mensen waar we mee te maken hebben. Dat gaat over leraren, gaat natuurlijk ook over onderwijsassistenten, maar ook bestuurders. We zijn ontzettend blij met de respons. De laatste update was meer dan 1100 reacties. Dus we kunnen niet wachten om die resultaten te delen. Ze willen meepraten. Laten we zo meteen afsluiten met ja, hoe we ze in de stad kunnen houden, de leraar. Herman, jij hebt je in Rotterdam heb je zitten bewegen rond scholen en besturen en ja. Nu ook landelijk. Misschien even kijken, er zijn veel initiatieven, wat werkt nou niet? Oh, dat is een goede vraag. Want ik wilde helemaal antwoord geven op laten we die daarna wat we aan doen. Zijn. Dat is een voorbeeld van ja, wat... Ja. Nou ja, wat werkt niet is... kijk, het is wel lastig. Ik snap ook die opmerking van natuurlijk mensen van buiten, et cetera, dat dat dan het onderwijs, zeg maar, het niveau naar beneden haalt. Daarin zou ik dus willen kijken van die angst, zeg maar, die er ook vaak in zit van mensen van buiten. En ook die gedachte ook, bijvoorbeeld, ik weet nog wel heel goed dat Dekker bijvoorbeeld heel erg zat te zeuren op de PABO'er in de onderbouw van het VMBO. Ik vind best wel vaak dat er ook als ik ergens presentaties geef, dat er al snel wordt gezegd dat kan niet. Of hoe zou je dat dan zien? Dat voor mij komen we dan niet aan het programma toe. Of allerlei excuses om iets niet te doen. En ik vind vaak wel dat er echt goede mensen zijn die direct van toegevoegde waarde zijn, maar niet per se dan ook docent zijn. En dan wel in de school hele dingen, goede dingen kunnen doen. En daarin ben ik wel echt op zoek naar ook om mensen eigenlijk de drempel naar het onderwijs helemaal weg te halen. En dan pas als iemand docent wil worden, daar zijn we dan wel gewoon streng in. Dus niet zo van iedereen mag eraan beginnen. Maar om de school binnen te komen, dat moeten we drempelverlagend. Iedereen welkom heten, kijken, hulp is fijn, expertise brengen is fijn. In school mensen hebben die dat ook heel goed kunnen. En daarna moeten we dus zorgen van dat mensen gedegen opleiding krijgen die aansluit bij waar hun behoeftes liggen. Hè. Modulair opleiden, kijken naar de achtergrond enzovoort. Maar vooral die angst, zeg maar, dus wat niet werkt, is zeggen van nou, wat we het liefst willen. En dat is vaak een ding. We willen het liefst dat iemand 4 jaar PABO heeft gedaan. Dus daar moeten we ons alleen op focussen. Dat is geen. Dat denk ik niet dat we daarmee gaan redden. Want zoals je hoort, de aanmeldingen zijn nog steeds niet goed. Ze waren even goed in de coronaperiode. Dat zag je ook bij Zijnstroom. Mensen dachten, ja, ik werkte in de entertainment en nu heb ik ineens geen werk, dus ik word leraar. Oh, nu gaat het weer goed. Oké, ik ga weer weg. Dat is natuurlijk ook niet de manier om docent te worden. Maar het is wel gewoon belangrijk om daar steeds gewoon met elkaar te blijven nadenken. Hoe kunnen we de maatschappij gezamenlijk verantwoordelijk maken voor het onderwijs en het niet alleen maar in het hokje van het onderwijs proppen. Mag ik dat toevoegen? Ja, tuurlijk. Korte termijn dingen helpen ook niet. Dus je moet gewoon echt, als je nog niet begonnen bent met je groep op school, moet je echt gaan nadenken over, hey, hoe ziet het onderwijs er dan straks uit? Keigoed, maar ook met andere mensen. En wat betekent dat voor de inhoud? En iedereen die gaat zeggen, oh, maar dan kunnen ze niet lezen, kunnen ze straks niet, dat is natuurlijk niet waar. Want we kunnen allemaal goed onderwijs neerzetten, ook met andere mensen. Ja. Dus dat komt eigenlijk in de brief stond al het creatief nadenken. Ja. En inderdaad, dat is niet een korte termijn oplossing, want we moeten zorgen dat ze dan aansluiting vinden in datgene wat we uiteindelijk willen dat ze gaan doen. En ik denk wel blijven motiveren om mensen dus enthousiast te maken, ook met jouw verhaal. Het is niet zo van, iedereen van extern is prima en je hoeft ook nooit wat te doen. Ik vind dat het professionaliseren bijvoorbeeld, dat geldt voor iedereen in de organisatie, wat je rol ook is, ook voor docenten. Die moet dat ook blijven doen, maar dat iemand gewoon alleen maar zijn expertise kon brengen en dat gewoon voor 6 jaar gaat doen op die school, daar ben ik dus totaal geen voorstander van. Ik vind wel dat we altijd moeten kijken om iemand verder te brengen en met de school zeg maar steeds beter te worden en dan ook daarin passende routes te bieden tot bevoegdheid. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn als dat blijvend is. Ja, oké. Maaike. Ja, heb je voorbeelden van, we hebben het over huisvesting, hebben we gezien natuurlijk. Is er iets waarvan we kunnen zeggen van, dat gaan we inzetten de komende tijd om ze toch hier te houden en op scholen te krijgen in bijvoorbeeld Zuidoost of Nieuw-West? Ja, op het gebied van huisvesting, er is een voorrangsregeling. Er zijn ook voorwaarden aan verbonden. Het is een voorrangsregeling die geldt voor
leraren, maar ook voor medewerkers van de politie en voor zorg. Want we hebben ook te maken met een veel groter arbeidsmarktprobleem. Ja. En dat maakt het ook meteen een uitdaging. We hebben natuurlijk in deze stad een beperkt aantal woningen. Dus die taart moet verdeeld worden. Daarnaast is natuurlijk ook de vraag voldoende woningen die we hebben ook aan de behoeften. Want heel veel mensen willen graag een huis met een tuin en een gezin starten. De nieuwe generatie ook. Ja, ja, precies. Zijn het koopwoningen of huur? Dat vind ik ook wel vaak een ding. Want ik denk als iemand kopen is ook wel vaak een beetje sparen voor de toekomst, zeg maar. En dan zeg je, ja, we gaan mensen dan motiveren en ook in Rotterdam dan voor huurwoningen. En dan denk je, ja, dan is nog weggegooid geld. De gemeente biedt geen koopwoningen. Nee. Dat was vroeger. Ja. Die hadden geluk inderdaad. Ja, het is sociale huur en middenhuur. Ja. Maar ja, nog iets wat we bijvoorbeeld doen is aanvulling op de reiskosten. Dus die zijn in de CAO geregeld en de besturen en de gemeente samen vullen dat aan. Toelage op het salaris afhankelijk van schoolgewicht. Ja. En parkeervergunningen voor scholen. Ja, alles om te proberen in de toekomst inderdaad dat... Ja. Gaat groter te dicht. Ik wil in ieder geval nu Herman Olin bedanken. Maaike wil ik bedanken. Eva, jij mag jouw collega aankondigen. Ja, want hier is Frans Paul. Frans Paul, kom je in het schoolbankje? We werken goed samen met Circus Olympia. En daar is Frans Paul directeur van. Aan jou het woord. Ik ben dus circusdirecteur. Doet het goed op... ja. Is er een vraag? Nou, zou je wat meer kunnen vertellen over kunnen reageren? Wat er over het samenleren in de wijk, van de ervaringen delen, even het verhaal versterken. Stage is yours. Ja. Nee, want wij zijn als organisatie 14 jaar in deze in Nieuw-West bezig. Het gaat over creatief bewegen. Creatief sporten, om kinderen te inspireren om te bewegen. Achter de computer vandaan te komen en in doeken te klimmen, op eenwielers te zitten, trampoline te springen. Maar ook om show te maken, dus het is niet alleen een individuele ontwikkeling, maar ook het teamverband. Kun je met elkaar komen tot een presentatie, een show. Wij kleden dat ook heel mooi aan met spots, lichten en muziek. Dan hebben we altijd een kind die is de DJ, een ander kind is de presentator. De andere kinderen doen het licht. In het project dat wij natuurlijk doen nu met wijkpartners, samen leren in de wijk, is het ontzettend interessant project, omdat zeg maar het is toch een soort verkokend onderwijsdeel dat nu de wijk opzoekt en de wijk ook die aansluiting vindt met onderwijs. Het ontstaan ontzettend interessante gegevens. We begonnen natuurlijk als leraartekort. Om daar dan één dag in de week de kinderen bij ons te krijgen. Maar we zien ook dat ze heel erg... dat er zoveel ontwikkelt en zoveel gebeurt in een organisch proces... dat de kinderen ook veel meer vragen en behoeftes hebben. En dat het heel interessant is om dat ook met onderwijs op te zetten. Ook als je kijkt, inderdaad, wat Eva zegt, op de lange termijn. Je moet ook echt ook vooruitkijken. Ik ben zelf een adept van Elon Musk... Die heeft ook zijn eigen school opgezet, want hij kijkt ook ver vooruit. Hij zegt van, is het onderwijs nog wel toepasbaar op de maatschappij van de toekomst? En ja, ik vind dat ook belangrijk. Dus andere elementen als taal en rekenen is natuurlijk ook ongelooflijke belangrijke vaardigheid die je kinderen, vooral jonge kinderen, moet bijbrengen. En vooral zich daarin inspireren. Is dat een antwoord? Dank je wel voor jouw bijdrage aan de schoolbank. Dank je wel, Frans. Yes, dit was het eerste panel. Maaike, blijf nog even zitten voor panel 2. En Emin, ik ga even vragen aan het publiek. Mocht iemand zometeen ook een verhaal willen delen, steek even je hand op. En we luisteren graag naar jouw anekdote, verhaal, wat je hebt gegeten vandaag. Dat maakt allemaal niet uit. Dat kan gewoon hier voor. Een simpele hand is daarvoor genoeg. We gaan naar jouw rubriek. Ja, zeker. Zometeen zeker. Ik heb iemand net buiten gesproken die zeker in de schoolbank moet komen. Oh, je hebt al een kandidaat. Die kunnen we even zo uitnodigen. Ik denk dat het nu tijd is voor schoolnieuws van Emin. Normaal gesproken hoor je niet muziek te horen, maar dat hebben we dus niet. De eerste is, de examens zijn gestart. Dus overal, we hebben na corona alle leerkrachten van de VO-scholen hebben zich
echt naar dit moment naartoe gewerkt. We gaan gewoon voor een hoog stagespercentage. De leerlingen hebben er zin in, de docenten hebben er zin in. Ik heb er vertrouwen in. En jij, Jesse? Ja, eindelijk weer. Het was, voelt een beetje raar. Zeg maar, school dan zonder examen. Ergens toch een cijfer geeft toch voldoening. Ja, zeker. Maar mocht je meer informatie willen hebben als leerling om toch nog even wat meer tips en tricks van Nederlands, biologie of Engels te krijgen. Nou, er is een examenspreker van NOS Stories. Nou, ik heb een bescheiden bijdrage gedaan voor Engels. En echt eerlijk is eerlijk. Je hebt geen bijlessen nodig als je tijd tekort hebt, want je hebt binnen een uur echt alles wat je in een jaar hoeft te leren, wordt samengevat in 3 kwartier tot een uur. Dus zeker het kijken waard. En NOS Stories. En zover zijn eigen plug. de loonkloof tussen PO en VO, ja, na jaren ploeteren, spreken, ja, wordt dat gedicht. Dus goede tijden komen eraan. En misschien ook goed voor de... Toch? Mag misschien een applausje. Ja. Ik denk ook weer voor toekomstige leraren, het is geen excuus meer. Ja, maar in het VO verdien je meer. Dus dat zijn we gelukkig kwijt. Zou jij willen werken uiteindelijk op een PO-school, nu de salaris? Jawel, bijvoorbeeld waar Herman net over had, dus de drempel misschien lager is. Tuurlijk. Uiteindelijk is die keuze ook ooit gevallen van, ja, maar ik ga niet kleien en ik ga niet zo weinig verdienen. Ja. Dat was misschien het idee. Maar dat geldt nu niet meer. Ja, dat blijft erin, denk ik. Ja, zeker. Je mag ook gewoon lesgeven daar. Ja. Ja, klopt. Maar ik zou ook wel een keer graag vliegtuigen willen maken of zo. Zeker, dus zeker. Daar moet ik misschien toch iets voor leren. We zoeken changemakers. Mensen die samen met ons het verschil kunnen maken hier in Amsterdam. Want Pakhuis de Zwijger, die heeft nu een vacature en die zoekt... Ik ben benieuwd, wat gifje trouwens? Oh, geen gifje. Die zoekt namelijk een senior programmamaker onderwijs en ongelijkheid. Dus wil jij uiteindelijk samen met inspirerende rolmodellen, met ons en nog veel meer met gemeentes, programma's maken en laten zien dat het onderwijs mooi is, maar ook dat we Nederland iedere dag mooier kunnen maken, solliciteer dan direct. Als het goed is, heb je, als je naar de Pakhuis-website gaat, bij de vacatures, heb je meteen een, kan je meteen reageren. Tip ons ook bij, dan weten we dat het vanuit ons komt, want Gaat werken met ons en diegene gaat weg. Hartstikke leuke baan. Dan hebben we ook nog iets heel tofs, namelijk, hoe zit het nou met die schoolvakantie? Worden ze nou langer, korter, kerstvakantie, zomervakantie? Ik denk dat we misschien moeten zeggen van, laten we een langere zomervakantie van maken en langere kerstvakantie. Helemaal mee eens. Ja, laten we het zo doen. Ja, check. Die strepen ook af. Ja, er is een gratis online lessen via www.onlinegastles.nl/sportmania. Het is in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Er worden daar bijzondere sportieve lesreeksen ontwikkeld. Dus mocht je een LO-gymdocent zijn, neem zeker een kijkje. Het is leuk en inspirerend. Ja, dat hebben we niet zo vaak. Hè? Nee. Dus voor de gymdocent, inderdaad. Ja, de gemeente Amsterdam en de schoolbesturing primair onderwijs spannen zich gezamenlijk om het lerarentekort terug te dringen. En er zijn routekaarten. Dus routekaarten voor scholen, voor opleiding, voor zijinstromers. Het werd net al even genoemd. Dus twijfel je inderdaad over een baan, dan kun je inderdaad online gewoon op de Amsterdamse gemeentesite gewoon checken van, hey, op welke manier zou ik leraar kunnen worden? Er staan verschillende routes aangeduid. Toch even de moeite om te kijken, want daar gaat het in principe ook vandaag om. Ja. Waren dat jouw nieuwtjes? Dat waren zeker mijn nieuwtjes. Dus mocht jij leuke roddels, tips en tricks weten, gaat sowieso naar de Pakhuis website. Heb je bij ons programmapagina een knopje waar je de leukste inzendingen of de leukste weetjes kan inzenden. En wij gaan het bij de laatste aflevering van ons seizoen zeker behandelen. En schoolbankje. Schoolbankje. Laten we het gaan doen. Wie heb je? We hebben een bijzondere persoon vanuit Utrecht. En haar naam is Anne van der Leden. Welkom. Welkom. Ja. Nou, ik heb even echt een juf, hè. Goedenavond allemaal. Er is mij gevraagd om een anekdote te vertellen. En nu dacht ik, ja, waar ga ik beginnen? Want hier allemaal leraren in de zaal. Jullie kunnen allemaal zo'n anekdote uit je mouw schudden. Want elke dag gebeuren er natuurlijk gekke, grappige dingen. Verdrietige dingen. Maar hoe breng je nou zoiets onder woorden? Want bij mij zijn het vaak niet de tastbare situaties, maar komt er vaak emotie bij kijken en vind ik het moeilijk om na te vertellen. Dus ik dacht, er zit hem vooral in de kleine dingen. In een knuffel van een leerling, een handdruk, een leuke tekening aan het eind van het jaar, een tafel vol met cadeaus.
de openheid, hoe kinderen nog naar de wereld kijken. Of als je bijvoorbeeld een dagstart doet en dat je een onderwerp behandelt en dan zo een uur verder bent, bijvoorbeeld. Dat zijn voor mij de allermooiste dingen. Dus als je dan, ik was ook aan het nadenken over de vraag, wat hebben wij als leraren dan nodig? Dat is volgens mij vooral de tijd weer voelen om deze kleine dingen te kunnen zien. Want hoe het voor mij soms voelt, is dat onderwijs echt als een sneltrein wordt onderwijs voelt vaak als een sneltrein, voortgedreven door allerlei randzaken. Ik ben soms met heel veel randzaken bezig, waardoor je het uitzicht een beetje uit het oog verliest. En volgens mij is het belangrijk om dat de omgeving gewoon weer wat meer te kunnen zien. Dus ja. Anne, welkom. Anne, voor pennen 2, van links naar rechts. Maaike van Groenstein, die blijft zit daarnaast graag. Jesse Dijksma, oprichter Lukida. Edwin Borgen, docent en woordvoerder Meesert. En Anne van der Leden, VMBO, docent. En mag ook aan de panel. Ja. Dus het laatste toe. Welkom. Yes. Yes. Ik wil meteen aftrappen met de eerste vraag. De brandende vraag wil ik aan Maaike stellen. Wat heel veel leerkrachten willen is natuurlijk een mooie huurhuis. Maar als starter kan je bijna niet een huis vinden. Er is wel voorrangsregeling, maar probeer maar in Amsterdam met een beetje geluk een huis te vinden. Nou, hoe ondersteunt de gemeente toch de leraren om een bijpassende woning te vinden? Want nu heb ik heel veel collega's die of in Zandam, of helemaal achter Weesp, of in West-Friesland aan wonen zijn. En die hier in Amsterdam werkzaam zijn. En die denken van, na een paar, 1-2 jaar trek ik het niet. Ik ga toch buiten Amsterdam werken. Hoe pakt de gemeente Amsterdam het aan? We hebben in ieder geval een servicecentrum waar medewerkers van de gemeente mee kunnen denken. We hebben dus woningen die specifiek zijn voor deze voorrangsregeling. En die worden ook gematcht aan de zoekende leraren. Dus dat zo goed mogelijk past. En daarnaast zijn er vanuit de gemeente op het gebied van wonen ook afspraken met ontwikkelaars. Of die bereid zijn om bijvoorbeeld woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen, waaronder leraren. Dus op die manier, ja, we proberen waar we kunnen de woningvoorraad zo goed mogelijk te verdelen. Thanks, dank je. Dat is een mooie praktische tip om mee te nemen. Ja, Edwin. Ja. Meesert. Ja. Ja. Er staat hier, wat doet hij? Nou, je bent al eerder in de show geweest. Ja, ja. We kennen de drive natuurlijk, maar in dit geval gaat het natuurlijk in Amsterdam. En dan is eigenlijk een toevoeging van Meester is nodig. Mokermeester, dat moeten we dan even nu benamen. Ja, wat Mokermeester doet is eigenlijk een platform bieden aan meesters in de meest brede zin in Mokum. Dus van zijinstromers, mensen die meester willen worden, oude rotten, jonge honden. Die hebben een appgroep. Nou, hoe bijzonder is een appgroep? Nou, met één druk op de knop regel je een kleuterstage, een snuffeldag, een meeloopstage. Sleur je een student op de pabo's eerste jaar door een soort buddy-systeem in te richten. We doen leuke dingen met elkaar. En we zijn met jullie, met Meesters met Dromen, natuurlijk nu ook betrokken bij Leraar voor een Dag. Nou, dat is fantastisch. Dus alles, laat maar zeggen, om het vak, het ambacht van meester in de spotlight te zetten, het beroepsbeeld positief te beïnvloeden en ook vooral een bijdrage te leveren inhoudelijk aan het fantastische onderwijs in het geweldige Amsterdam. Ja. Wat is direct de opbrengst van zo'n community eigenlijk? Zo kan ik het wel noemen, toch? Nou, de meetbare opbrengst is dus dat we een fors aantal, we houden dat niet bij, dat reflecteren en opschrijven, daar zijn we niet zo heel erg goed in, maar dat zouden we misschien wel eens moeten gaan doen. Studenten die gewoon echt bellen met problemen. We lopen vast op de pabo die we koppelen aan of ervaren meesters of aan wat oudere jaar studenten. Waar we ook regelmatig dan bericht van krijgen. Nou, het is gelukt. Ik heb mijn tentamen gehaald. De mooiste opbrengst voor ons vond ik eigenlijk Leraar voor een Dag, waar jij ook bij aanwezig was. En dat daar ruim 100, daar zat Amsterdam. Alles wat Amsterdam mooi maakt, zat daar. Als VO-scholier weliswaar nog geen leerkracht. Ja, en dat is een niet meetbare opbrengst als je al die enthousiaste, ik zeg altijd kinderen, studenten of scholieren, maar als je dat daar ziet en daar een bijdrage aan mogen leveren, los van alle dingen die we doen en publiciteit en noem het maar op, dat is een opbrengst die niet meetbaar is, maar wel van onschatbare waarde, in mijn optiek. Ja, Jesse, eigenlijk, volgens mij is
Als we het hebben over Lucida, sluit het een beetje aan bij het eerste gesprek, het creatief nadenken over het leraartekort. Volgens mij is ook dat jouw gedachte geweest van het ontstaan van Lucida in dit geval. Ja, klopt. En ook tegelijkertijd heb ik erbij nagedacht over waar ik in de toekomst ermee naartoe wil gaan. Op dit moment zijn we vooral mensen erin zetten die af en toe een losse dag invallen als er geen PABO geschoolde docent beschikbaar is. Dan sturen we een specialist op een ander vakgebied, dus een theatermaker of een schrijver of een Egyptoloog naar een school toe. Maar uiteindelijk hoop ik dat scholen het heel gewoon gaan vinden om vakspecialisten een deel van het curriculum te laten voeren, te laten aanbieden, omdat er zijn nou eenmaal specialisten die heel goed zijn in geschiedenis, in aardrijkskunde, in verhalen schrijven. En net zoals het op de middelbare scholen heel normaal is om specialisten allemaal vakken te laten geven, verschillende vakken te laten geven, lijkt me ook logisch om specialisten op een basisschool dat te laten doen. En als je daarmee dan tegelijkertijd een deel van de druk van op de scholen weg kan halen, door een deel van het curriculum, een deel van de dagen gewoon te laten invullen door die mensen, dan kan je een korte termijn oplossing ook koppelen aan een lange termijn misschien wel verrijking van het onderwijs. Dus ontzorgen en rijker maken. Is dan de kunstdocent of theatermakers die dan gelijk een goede docent, als ik mijn zoon voorstel in groep 5, zeg maar, en zijn klas een beetje in gedachten neem, gaat dat dan gelijk goed? Nee, we hebben wel selectiecriteria. Niet iedereen die zich aanmeldt kan uiteindelijk ook voor de groep gaan staan. En we hadden in het begin dat er ongeveer van de 100 aanmeldingen maar 10 mensen echt bij ons bleven werken. Omdat ze of door onszelf werden geadviseerd om iets anders te gaan doen. Of omdat ze na een dag inval op een school dachten, nou, misschien hoor ik eerder in een ander vakgebied. En dat aantal hebben we nu een beetje omhoog weten te krijgen. Ook omdat we mensen aan het opleiden zijn nu. Dus mensen die het heel spannend vonden om hier überhaupt over na te denken, die kunnen nu begeleiden door zijn 8 weken tijd in hun eigen vakgebied een goede lesdag te laten geven. Ze valt ook nu een jurist bij die nu lesgeeft over debatteren. Maar niet iedereen kan het. En we merken ook dat sommige mensen heel goed zijn met lesgeven aan kleuters, andere mensen alleen maar in de bovenbouw. En er zijn niet heel veel mensen die aan alle groepen altijd les kunnen geven. Ja. Anna, hoe ziet, ik werk zelf ook een VO-docent en ik zag toevallig de wiskundedocent net zitten. Ik dacht, oh, zo ziet hij eruit, want die heb je niet zoveel. Dus ik had eindelijk even een beeld erbij. Daarachter zit nog één toevallig. Dus mocht u iemand, dan had hij vanavond kunnen scoren. Anna, hoe ziet het kunst- en vliegwerk eruit op een VMBO-school voor jou? Zijn het ook creatieve oplossingen? Ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik ben dit jaar pas geswitcht naar het VO. Ik kom uit het PO. Ik ben voormalig juf in het SBO. Dus ik heb ook daar iets meer kijk op eigenlijk. Ik geef dus les in Utrecht. En eigenlijk hebben we het nu nog best wel met tekorten op school valt het nog best mee. Maar je merkt al wel dat, wat net al werd benoemd, dat het mensen blijven niet minder lang hangen. Hmm. We hebben nu nog niet dat er kunstenaars invallen of ik zou het heel leuk vinden. En waarom switch jij naar het VO? Ja, dat was eigenlijk puur omdat ik iets nieuws wilde. Ik werkte 5 jaar in het SBO en in groep 8. En veel kinderen gingen naar het VO. En leek me ook wel interessant. Heb je veel gesprekken met die scholen. Dus ja, puur eigen ontwikkeling eigenlijk. Ja. Ja. En dat is dat ook voor jou een advies? Van switch lekker tussen die schooltypes. Het is wel goed om een volledig beeld te krijgen. Want je in PO stoom je die kinderen klaar om naar het VO te gaan, vooral in de laatste jaren. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk, ik heb nu een veel ander beeld erover. Dus ik vind het wel leuk om misschien over een aantal jaar weer terug te gaan. Ja. En dan denk ik dat ik wel meer kennis heb en ervaring om. Mag ik nog één? Want ik ben één ding vergeten. Oh jee. Ja, als je het hebt over opbrengsten, er zit iemand bij die nou misschien meeluistert. Wat doen ze nou eigenlijk? We zijn nu dit jaar structureel ook op de IPABO betrokken bij de open dagen. En structureel als in, dat is iets anders dan een man of degene die je op de PABO wil hebben op een flyer zetten en denken dat dat werkt. Het is onderzocht dat het werkt wanneer je mannen zichtbaar maakt in de voorlichting. En wat we daar echt concreet merken. De PABO wordt natuurlijk veelal gechargeerd, maar bevolkt door jongens en meisjes uit Edam, Volendam, terwijl we kerels uit West voor de klas in West willen. Ja. Maar die jongens die komen dan met de bus of de trein, met papa of met mama vaak nog. En als die dan op de PABO op zo'n open dag komen,
We merken gewoon dat die jongens, maar ook bijvoorbeeld Seinstroom, mensen die zich oriënteren, die zich daar wat verloren voelen. Als daar zo'n groepje meesters staat, maar ook studenten, wij gaan naar ze toe. Dus die jongens die zoiets hebben van, nou, ik ga hier maar heen, want het lijkt me wel leuk. Hè. Dus dat zijn niet die jongens die al gewoon voor de pabo kiezen omdat ze meester willen worden, maar van die twijfelaars. En die gaan dan daarna op vakantie, ergens tussendoor, dan besluiten ze toch ICT te gaan doen of wat dan ook. Doordat wij daar zijn en aanwezig zijn, hebben we gewoon gemerkt, en dat zouden we eens aan de pabo moeten vragen, zie je dat nou terug in het aantal aanmeldingen. Maar dat werkt gewoon ontzettend goed. We betrekken ze erbij, we praten met ze en daardoor is die community, die dijt ook steeds verder uit. Want iedereen die daar komt, doen we in de community. En op het moment dat dat soort gasten ergens tegenaan lopen of een vraag. Dus dat is ook nog wel een opbrengst die we nog graag even wilden delen. En de knop, we hebben het over de pabo-opleiding. Misschien even een aansluitende vraag, welke knop zou je willen draaien om dat aantrekkelijk te maken? Nou, de knop waar we echt aan zouden willen draaien, dat gaan we niet, laat maar zeggen. Want dan heb je het echt over een cultuurverandering. Maar de knop waar we aan zouden willen draaien, nou ja, heel simpel. Durf het aan als pabo om je uit te spreken over dat je werk wil maken van diversiteit. Hè. Met Meesterd zijn wij natuurlijk gericht op genderdiversiteit. Hè. We willen de disbalans juffen en meesters wat meer in evenwicht krijgen. Maar weet je, pabo, spreek je uit, ja, wij willen gewoon werk maken. Want weet je, ze zaten daar op de IPABO en ze zaten daar op de HVA. 120 Amsterdamse scholieren. En goed, we zeiden dat net, hè, het is een reis voor, en ergens verdwijnen ze. Want ze komen niet op de pabo. Dus dat is natuurlijk doodzonde. Ik denk ook dat het ligt in het cultuur. Alleen maar meiden. Mm-hmm. Maar ik denk ook een stukje kleien. Het komt wel knutselen terug. Maar ook het stukje ontzettend veel verslagen moet je maken. En wat ik uit eigen ervaring, je merkt dan toch dat veel mannen in de opleiding, die haakten daarop af. Ja, het klinkt misschien stom, maar dat is wat ik heb gezien eigenlijk. En durf het dan als pabo aan, hè? Als dit zo is, om studenten, jongens en meiden mee te laten praten als het gaat om wat doen we daar nou? Ja. Gebeurt dat nu nog niet? Nou ja. Ze gingen gewoon niet aan. Twee knoppen. Dus. Ja, dat zijn twee knoppen. Jesse, wat is nou een mooi resultaat van, van de mensen die jullie sturen in die scholen? Wat gebeurt daar, zeg maar? We proberen 3 doelen te bereiken tegelijkertijd. En het stress verminderen op de school, dat is één ervan. En we willen dat de leerlingen ook rijke dagen hebben. Wat we als onbedoeld bijeffect hebben, is dat we docenten kwijtraken. Want die gaan dan de pabo doen. Vet vervelend voor ons natuurlijk. Het is natuurlijk altijd de allerbeste mensen, maar wel leuk voor het basisonderwijs. Want dat zijn de mensen die dan soms al 400 keer een dag hebben ingevallen. Soms belden we ze om 7 uur om te vragen, wil je vandaag naar die in die school toe gaan? En dat hoor ik van mensen die de pauw hebben gedaan, dat de meest heftige dagen. Ik heb het ook zelf veel gedaan, dus ik weet het. Dan sta je denk ik voor een klas die denkt van, wie ben jij en wat kom je hier doen? En dan moet je ook nog iets anders gaan doen dan wat normaal gebruikelijk is. Nou, die mensen gaan af en toe de pauw in en dat vind ik stiekem wel leuk. Ja. Het is niet handig voor mijn organisatie, maar het is leuk voor het onderwijs. En hebben jullie nou veel mannen bij jullie zitten? Mannen in de zin van, weet je, dat ze geen meester willen worden, maar dat ze dan bij jou komen omdat ze daar veel meer kunnen doen? Ik denk dat we een vergelijkbaar percentage hebben als in het basisonderwijs, maar ik heb wel het idee waar ik zo meteen met jou verder over wil praten. Ja. Dus dat is gezellig. Leuk. Blijf weg. Maaike, hoe kijk je naar de creatieve, je ziet dus toch een soort van bottom-up bewegingen, coalities die ontstaan, hoe kijk je daar vanuit jouw rol, zeg maar. Ja, heel positief natuurlijk. En daar zijn we als gemeente ook zeker partner in. Wat ik al zei, het platform waarbij dit soort aanbod laagdrempelig aangeboden kan worden. Dat is samen met de schoolbesturen opgericht. Dus nee, zeker. Dat is echt van onschatbare waarde. Super. Zullen we iemand uit het publiek vragen? Ja, nog een schoolbankje bedoel je? Een schoolbankje, ja. Zegt, dan wil ik even de dame die ik net heb ontmoet. Oh. Hier is... Ja. Oh. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw ervaring is, waarom je leraar bent gebleven en hoe je ons, zeg maar, kan inspireren. Dan wil ik jij uitnodigen voor een schoolbankje. En de vraag is waarom ik juf ben. Ja. Nou, ik ben... Wat heb je nodig? Of wat hebben wij nodig als leerkrachten? Nou, ik ben Iris. Stel jezelf even voor. Ja. Ik ben Iris, ik ben 27 jaar. Ik werk in Amsterdam-West op de Spaarnemerhout. En ik geef groep 3 les met heel veel plezier. En eigenlijk wat daar ook staat,
dat ik blijf leraar of ik ben juf, is dat eigenlijk omdat ik mijn leerlingen nodig heb. Maar ook dat ik het besef heb dat ik het verschil kan maken. En dat vind ik, daardoor ga ik met heel veel plezier naar mijn werk. Dat vind ik heel belangrijk. En wij raakten eigenlijk aan de praat net, omdat ik opgeschreven van wat we eigenlijk nodig hebben als leraar. Ik denk dat we wel meer dan dit nodig hebben. Maar wat ik voor nu heel belangrijk vind, is dat de perceptie van het vak wat positiever gaat veranderen in de media. En want altijd als ik dan naar bijvoorbeeld, als ik iemand ontmoet en ik zeg van, ik ben juf, en dan zeggen ze, leuk. Wat goed dat je dat bent, maar hoe is het met de werkdruk? Of hoe groot is je klas? Of allemaal eigenlijk negatieve dingen. Terwijl ze niet vragen van, hoe mooi, wat heb je vandaag? Wat heb je de kinderen vandaag geleerd? Of hoe mooi is het om juf te zijn? Of waarom ben je het? Dus ik hoop eigenlijk dat we in de media kunnen veranderen door misschien mooie documentaires te maken. Of door meer dit soort dingen, maar dan ook aan andere talkshows. Uit te leggen van dat het gewoon een heel mooi beroep is. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Iris. Ik vind het ook wel misschien wel interessant dat we ook, dat ik even met de microfoon rondloop, dat ook onze gasten aan. Ik heb een iemand stak net zijn hand op voor een schoolbankje. Met witte meneer. Ja. Kom even naar voren. Nee, haat hem nu weer omlaag. Maar. Kader van. Genderdiversiteit ook even weer, man. Nou, mooi toch? Ja. Welkom. En jij bent? Ja, ik ben Hamza. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben al maar 4 jaar in het onderwijs. Ik geef les op het Global College in Utrecht, in Kanaaleiland. VMBO. Ik geef les in wiskunde en rekenen. En ik dacht van, laat mezelf ook even naar voren gaan. Even mijn zegje doen. Voor mij is het denk ik heel belangrijk. Ik heb het ook opgeschreven waarom ik leraar blijf. Denk ik, omdat ik de leerlingen nodig heb, omdat ik het hartstikke naar mijn zin heb. Maar ik denk ook dat ze mij nodig hebben, dat ze iemand nodig hebben wie ze herkennen. Dat is ook denk ik ook een reden voor mij waarom ik in Kanalen aan het lesgeven of in Nieuw-West heb ik ook lesgeven ervoor. Dat ze zichzelf in mij herkennen. En ik dacht vroeger altijd van ik ben best wel een spreker, dus dat komt wel goed. Maar ik heb het ook wel lastig gehad. Dat ging ook niet allemaal makkelijk. En op een gegeven moment ben ik ook vaak om mijn bek gegaan en zo. En ik dacht van, dat is best wel moeilijk eigenlijk. Het is niet makkelijk. Ik wil mensen niet afschrikken of zo, hoor. Voor de zekerheid. Maar het is moeilijk. Maar ik had laatst een collega van mij, die zei altijd van, soms wil je het makkelijk hebben. Maar gemakzucht heeft eigenlijk nog nooit wat veranderd in het leven. En dat is me eigenlijk wel bijgebleven van, soms moet je gewoon je dromen najagen. Moet je gewoon keihard werken. En het is moeilijk, maar je moet gewoon door blijven strijden. En uiteindelijk, aan het einde van de dag, weet je waar je het voor doet. Namelijk voor die leerlingen en ik heb tot de dag op vandaag nog nooit spijt ervan gehad. En ik hou hartstikke veel van mijn leerlingen. Dus als iemand kijkt van mijn leerlingen, ik hou van jullie. Dat jullie het weten. Dankjewel, Hamza. Anne, wat zou jij morgen willen hebben om te blijven? Ik ga ervan uit dat je met dezelfde passie en glimlach natuurlijk. Maar goed, als je iets zou mogen hebben, wat zou dat zijn? En is er iets wat je toch nog neemt? Maar ik heb eigenlijk niet een twijfel om te gaan. Dus dit vind ik een moeilijke vraag. Wat ik net al een beetje benoemde, dat randzaken iets minder belangrijk worden. Je bent nu zoveel bezig met administratie dingetjes en ik weet dat het er allemaal bij hoort, maar daar gaat heel veel tijd in zitten. En ik vind het lesgeven en de kinderen belangrijker. Dus dat daar meer ruimte voor is. Ja, dank je. Edwin, waar zit jouw onvermoeibare motivatie voor de strijd? Nou, langzamerhand weer in kinderen. Ik was meester en dan dwaal je af omdat je ambities krijgt en een relatie en een huis wil kopen. En dan denk ik, adjunct directeur is ook maar €30 per maand extra. En dus ik heb tegen een vriend van mij gezegd en hierbij ook een appel aan alle meesters met een LinkedIn-profiel en een PABO-diploma. Ga weer voor de klas staan, ik doe het ook. Dus ik ben begonnen met invallen bij een vriend van mij die meteen belde en zei, ik heb een plek voor je. En ik kom daar eigenlijk achter dat als je echt betekenisvol wil zijn in het onderwijs, moet je gewoon voor de klas staan. En los van dat ik helemaal, want ik ben zelf ook een soort externe, maar dat, dus dat drijft mij elke dag weer om door te gaan. Omdat kinderen het verdienen. Ja. Ja, Jesse, wat zijn jullie plannen? Wat is jouw ideale plaatje? Wat ik in het
Wat ik eigenlijk wil, is de wereld een beetje mooier maken. En vroeger dacht ik dat ik dat zou gaan doen door zelf films te maken en boeken te schrijven. En les te geven aan kinderen op basisscholen. Vooral in de wijken waar ze niet zo heel veel creatieve lessen krijgen aangeboden. En ik kan met mijn organisatie dat nu veel meer versterken. Er zijn elke maand onder de kunstenaars die lesgeven op basisscholen. En die dat doen vanuit hun eigen vakgebied, vanuit hun passie. En dus duizenden kinderen die er les van krijgen. En als ik jou zo bezig hoor, denk ik van, ik wil wel weer een keer binnenkort zelf voor de klas staan. Dat kon een hele tijd niet, omdat het gewoon heel druk was. Maar weer voor de klas staan, dan er weer achter komen dat het helemaal niet zo makkelijk is. En misschien weer tegen een groep aanlopen waarvan ik denk, misschien had ik misschien toch een iets makkelijker groep voor deze week moeten uitkiezen. En dat is leuk. Dan weet ik nog beter waar die docenten van Lukina mee bezig zijn. En het is ook heel leuk om het eind van de dag van te horen van zo'n leerling. Van meester, we waren eigenlijk van plan om u weg te pesten, maar het is niet gelukt. Missie geslaagd. We gaan naar de afronding van de... Nog even een vraagje aan Maaike. Oh, ja. Zou je het leuk vinden om een keer bij mij op school, of bij meester Olin, een keer te kijken, even rond te lopen? En ook bij alle andere collega's. Want ik vind het wel mooi dat je en ons ziet. En misschien zelf iets kan vertellen. Want ik denk dat wanneer iemand van de gemeente met hart op de juiste plek en voor het onderwijs. Dat ze zullen je hart raken. Onze leerlingen zullen je hart raken. Maar ik denk dat de echte verhalen, mooie ideeën ook in het klaslokaal gebeuren. Dus ik zou je ook met alle liefde willen uitnodigen. En ik denk dat er ook heel veel collega's hier jou willen uitnodigen. Sta je daar ook open voor? Zeker. En niet alleen ik, maar mijn hele team. Dus ja. Heel graag. Want het is natuurlijk een heel team. Je bent even representatief voor het hele team. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die natuurlijk samen met jou hard werken om dit aan te pakken. Ja, super. Wat vond je ervan? Ik vond het superleuk. Dus de ene laatste aflevering. Maar we hebben het over Uncle Sam gehad. Uncle Sam is gewoon propaganda. Maar ik denk dat dit gewoon de reality. Jij had wel die. Dat heb jij wel. Dat heb die, hè? Ja, jij wel die vinger. Ja. Ja, dan gaan we afronden. Ja. Voordat we afronden wil ik even Lisa, Aida. Ja, jullie gaan ons verlaten. We zagen net twee vacatures. Daar horen jullie namen bij. Dat vinden wij ontzettend jammer. Eigenlijk stonden wij altijd hier en deden zij het meeste van het werk. Zelfs wat wij nu zeggen, dat hebben zij geschreven. Maar jullie hebben alles altijd in goede banen geleid. Gasten uitgenodigd. Iedereen weet eigenlijk pas wie wij zijn als ze hier komen. Ja. Dus bedankt voor jullie werk. Aida, je bent later aangesloten, maar dat was hartstikke fijn voor die korte periode. Elisa, bedankt voor die 2 jaar voor jouw trouwe dienst. Ja. Yes, na die even een zijstapje van we begonnen echt met sombere cijfers. Ook een somber perspectief, maar je zag in de uitzending eigenlijk langzamerhand de liefde groeien. Dus na die cijfers kwam er een glimlach en je zag gemotiveerde mensen die zeiden van ik blijf in het onderwijs. En die zelfs als je ze vraagt wat wil je hebben, dat ze zeggen nee, ik ben tevreden. In de schoolbank kwam dat ook naar voren. Mensen die gewoon uit liefde voor de klas staan. Maar goed, die liefde moeten we wel behouden. Maar we hebben ook gezien dat kwaliteit in de school niet alleen misschien via de leraaringang mogelijk is, maar ook met andere mensen die samen met leraren en leerlingen en ouders en betrokkenen in de wijk die de school rijker willen maken. Dat hebben we vanavond ook gehoord van er is zelfs een buurt, een community die wil gaan helpen. En kwaliteit zit hem niet misschien alleen in de docent, maar in een hele gemeenschap die daaraan kan bijdragen. We hebben ook gehoord dat het laagdrempelig moet zijn. Dus de school makkelijker binnenkomen. We hebben natuurlijk de stigma's die er bestaan in het onderwijs. En die moeten we met z'n allen wegnemen. Maar haal die mensen de school in. Maak dat makkelijker. Ja, en als ze warm kunnen maken om docent te worden, pak het dan aan. Neem ze aan. En misschien moet je kunnen switchen. Misschien moeten we heel makkelijk van PO tot VO. En hoeven we niet meer inderdaad 40 jaar lang in de klas te staan. Ja, het is een nieuwe generatie. Hoe gaan we met hen om als zij een korte carrière worden? Ze zijn welkom. Eigenlijk is iedereen welkom. En het mooiste is van, de wereld wordt mooier. Dat vond ik een mooie quote. Ik denk dat iedereen die voor de klas staat, weet dat zijn of haar wereld mooier wordt. En wie wil nou niet zo'n baan? Bedankt voor het kijken allemaal. Ook van AT5. Mensen in de zaal, mensen thuis. Vanuit Pakhuis Zwijgen. Ik was Jaas en Jijland samen met MCC. We wensen u een fijne avond. Zeker. En voor alle gasten hier vanuit Meesert is er bitterballen gesponsord, dus jullie krijgen zo meteen heerlijk bitterballen. Applaus voor Meesert. Ja. Bitterballen van Edwin.